deze editie. Een aflevering in diepe mineur. Ja, tot onze ontsteltenis ontvingen we hele de droeve tijding van het aanstaande plotselinge verbod op privéjet. En verder treuren wij bij voorbaat om een ieder die moet trouwen. Missen we het parfum van Petronium in de morgen? Gaat Jort schedelknieven met schepjes? Legt iemand een ballen op tafel? En maken we er een eind aan op de golfbaan met een dubbelloos? Goedemorgen, Ivo. En terwijl ik op de komst van het voorjaar, laat staan de zomer, zat te wachten en maar tikken en maar werken, had jij nog een veel zwaardere beproeving, begrijp ik. Ik zag de foto's na je Afrikaanse bezoek, werkbezoek aan Equatoriaal, nog iets, waar zat je? Heb je de steven gewend richting zuidelijk van Sri Lanka? Ja, de Malediven. Dat was ik toch alweer 2 jaar niet geweest. Dus het was hoog tijd om daar weer eens te kijken hoe het daar gaat. Want er gebeurt daar van alles. Dat ontgaat ons een beetje als Nederlanders. Je moet echt bij de Engelse reisorganisaties zijn om die hele high-end resorts te bezoeken. En dat er zijn ongeveer 100 van die hoteleilanden. Dat zijn die kleine atolletjes. Allemaal 4 sterren plus volgens mij. Ja, 163. En het leukste is, je kan het alleen met een watervliegtuig bereiken. Ja, desnoods een speedboot. Maar dan ben je toch wel lang aan het stuiteren. Dus dat is het enige wereldse gezoem wat nog tot je komt. En waar zat je? Want ik ken nog zo'n Eva Fushi, Gili, Retira. Ja. Ik heb een aantal van die dingen gehad. Vond het allemaal aardig. Ja, ik zat nu in de Engelse uitroep, de number one well-being resort in the world, Joali Being. En dat is voor gewone reizigers zoals ik nog wel te doen. Of voor vermogende Russen die zich 40.000 per dag kunnen permitteren. Ja, ja. Maar dan kan je wel je hele familie meenemen. Dus met z'n acht heb je dan een villa. Ja. Op z'n voetjes in het water. Ja, dat is. En het voldoet aan alle clichés. Hè. Het blauwste water, het warmste water, het witste zand. En de mooiste verbouwde vrouw, want wat had die Rus bij zich? Nou, ja, je ziet wel ook de hordes uit Dubai. Het is qua, zeker die hele dure resort, daar is het wel. Ja, en wat jongens die hun bonus aan het kapot slaan zijn. Je zat naast een rijke Noor, begrijp ik. Want in Noorwegen is een exodus van miljardairs al gaande. Ik geloof dat er vorig jaar iets van 30, 40 rijke Nooren vertrokken zijn. En kennelijk is er iemand bij jou aangespoeld. Ja, in Anantara, daar zat een... Want daar, oh, daar is een dan ander iets, ja, is een ander. Joali Being is meer zo als je een Japanse onderwatermassage nodig vindt. Dan ga je daar naartoe. Dat is meer om je... Een onderwatermassage? Ja, dat is toch wel... Jij bent niet zo van de aanrakingen. Nee. Maar dat is echt wel een ervaring. Ja, Oké. Ja. Ga vooral die kant op. Joali Being. Maar de andere, de Anantara waar ik was, daar was inderdaad een vermogende Noor. Maar die was afgekomen op het verhaal van Bill Gates. Dat hij daar de mooiste kijk op het heelal heeft gehad. Omdat ze daar een eigen sterrenwacht hebben in zee. Dus dat is ook nog wel leuk. Voorafgaand aan je diner onder water. Kan je daar dus. Dus je gaat apart naar de Malediven om dan het beste uitzicht op de sterren te hebben. Nou, dat is natuurlijk. Je kunt ook naar Lauwers Oog, maar wij van Snokkers adviseren Malediven. Ja, maar zit je dan daarna onder water te eten terwijl de haaien en de roggen om je heen zwemmen terwijl je aan je bataar zit? Nee. En je was met de nieuwe verkering? Nee, ik was. de trouwmaand komt eraan, hè? Belangrijk. Ja. Goed. Dat was mijn... Ja. Ivo, maar nou is het probleem. Jij propellert daar een beetje tussen de atolletjes. Ja. Het is je natuurlijk zeer gegund. Je hebt er ook echt recht op. En het is werk. Laten we dat niet vergeten. Maar dan moet je terug naar Nederland. En dan sla je de krant open. En dan staat er ineens verbod private jets. Je mag niet meer landen. Kan niet meer terug op Schiphol. Nee, Oost kan sluiten. Maar ik denk dat... Dat is wel een radicaal besluit. Het is net verbouwd volgens mij. Dus dat het jetcenter is vrij nieuw. Daar is talloos veel miljoenen in gaan zitten. Ik geloof dat ze maar 37 van die vluchtjes per dag gemiddeld hebben. Dus het is in Nederland sowieso een hobby voor de extremely ultra. Nou ja, wat is het? Maar volgens mij gaan ze ook fluisterzacht naar boven en hebben ze maar een heel korte aanloop nodig. Dus ja, bent volgens mij in een kilometertje, anderhalf kilometer, dan doe je een sportstart, dan trek je hem even boven de baan, door naar 400, recht omhoog. Je bent echt binnen een minuut weg. Ja, ik vraag me af. De rijtjeshuizen kunnen lekker doorslapen. Dus dan is vanaf nu dus mijn laatste... blokje werk is opgelost nu. Maar hoe moet het met jouw lunchafspraak? Je hebt een lunchclub, zo nu en dan ben je weer in Bilbao, dan ben je in Italië. Hoe gaat dat dan met de trein naar Bilbao? We moeten nu misschien naar Almere of zo om te beginnen. Nee. We moeten misschien naar Flevoland. Dan moet je dus eerst de vernedering. Oké, dan heb je private jet, heb je dus straks staan op Lelystad.
Stel dat dat weer open gaat. Mm-hmm. En dan moet je eerst de vernedering ondergaan, die bruggen over dat Flevoland op. Ja. Dus dan moet je in feite met een helikopter vanaf Schiphol naar Lelystad om dan in je private jet over te stappen. Ja, het wordt er allemaal niet makkelijk op. Het wordt er niet makkelijk. Nee. Maar uiteindelijk de mensen met centen zullen zich daar, zullen zich wel redden. Wat je kan doen, is wat handiger huizen. We kennen natuurlijk een paar mensen die een eigen startbaan hebben. Ja. We hebben wel eens geland bij Paul Veenhuis in Schotland. Je kan bij Goodwood, bij de Duke of Richmond kun je gewoon op het gras landen. Dus dat zou je moeten doen dan. Je eigen tuin, ja. Oh, en dan kom je met 1500 tot 2000 meter kom je al goed weg. Nou ja. Dus nooit combineer je het met de buren. Er gloort hoop, De Snopcast. Niet inclusief, maar exclusief. Er is een kans. Wat gaan we drinken om deze maandag? Want we moeten dit verdriet toch wel even wegspoelen. Want de private jets worden gepakt. Maar de Transavia, die zult gewoon lekker door volgens mij. Nou ja, nee. Want niet s'nachts, maar wel overdag. Maar die gaan ook vaak voor vijven weg. En dat mag dus ook niet meer. Nee, oké. Okay, ja. Maar de private jets mogen helemaal niet meer. En die Transavia, die campingvluchtjes, gaan gewoon door. Hoor. Ja? Ja. Ja, ze hebben gezegd zoveel uitstoot per passagier. Dat is al waar. Als je alleen in een Falcon zit, dan schiet het ook wel op. Ja, dat ben ik ook wel eens. Nee, we drinken een champagne Palmer. Wel snopwaardig, want het is anoniem. En waarom toch heb je dus zo'n raar zakje? Hoor. Ja, om het koud te houden. Ja, ik wil hem er nu wel afhalen. Ja, even zien, hoe ziet die fles eruit? Ja, oh. Maar het is wel leuk. Het zijn 300 champagneboeren. Die hebben de krachten gebundeld en gezegd van... Jezus, ja? Ja, wij zijn nou altijd voor die grote merken aan het... onze beste druiven aan het prijsgeven. Laten we nou ook een deel van onszelf behouden. En dat, dus er zijn 300 Franse eigenaren. Hoe krijg je 300 bessen in een ton? Ja. Nou, ze maken de coöperatie. Maakt maar zo'n 1 miljoen flesjes per jaar. Dus dat telt niet echt mee. Maar het is best idealistisch. Het is organic, terwijl je het niet proeft. Want ik word altijd toch een beetje... Red de wereld. Huh? Ja, puur idealisme in mijn glas. Ik voel het aan alles. Wat een moes, joh. Ja. Wow. En hij is... half chardonnay. Het is wel een beetje Veuve Clicquot familie, toch? Ik drink hem voor het eerst. Nee, Veuve Clicquot heeft een hogere zuurgraad. Ja, toch wel. Ja. Nu gaan we... Zullen we wat wijnjargon erin gooien? Ik heb wel het gevoel dat de season begonnen is. Hebben we het wel eens... We moeten even het verdriet van die private jets... Daar moet je ook even bij stilstaan. Dit is ook een moment waarvan ik denk... Zullen we even stilte voor de private jet houden? Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Laten we dat, terwijl wij aan onze glaasjes hippen... een minuut stilte voor de teloorgang van de private jet. Hoe kunnen ze dat nou doen? Ja. Ons leven is kapot. Ze hebben ook niks voorbereid. Gewoon. We zijn systematisch gewoon kapot gemaakt. Plop op de voorpagina. Niks even. Nou ja. Nee, zullen we doorschuiven na een volgende keer? Ja, laten we sowieso stoppen. Mijn humeur is geknakt. Ja. Oké, maar wat dronken we dus ook alweer? 300 boeren hebben de druiven een ton gekwakt. En dan werd het dit. Ja, maar ik vind het wel. Het is een hele vrolijke maandagochtendwijn. Huh? Organic, dat kunnen er echt niet heel veel zeggen. Hebben de grote wijnhuizen hier problemen mee? Omdat het zijn maar een miljoen flessen, dan valt het mee. Ja, de kracht van hun zit dat ze het veel langer dan de commerciële huizen laten rijpen. Namelijk 4-5 jaar voordat ze het uitgeven. Dus dat geeft wel, je ziet het wel, de kalme bubbel. Maar moet oppassen dat we niet in wijnjargon verzanden. Dus we gaan nu door met volgende. Laten we tempo maken. Ook om alle pijn een beetje te vergeten. En dan werk je toch door je pijn heen. Ja? We doen het voor de luisteraar. We doen het niet voor onszelf. Nee. Maar het zou leuk zijn als de mensen ook in stilstaan bij ons verdriet. Gewoon al is maar één moment. Empathie, weet je. Maar hoef je in dit land, het jaloers land, niet om te komen. Met Jort en Ivo, de kast in. We hebben een ingezonden brief. Ja. Ben ik klaar voor? Ja. Nou, goed. Beste snobs. Mijn broer gaat trouwen, maar het pak dat hij heeft gekocht... is redelijk calvinistisch, dus aanhalingstekens van aard. Mijn eigen outfit is wat meer in het oog springend... waardoor ik bang ben om mijn broer te overschitteren op zijn grote dag. Zie dit. Goed. Zijn deze zorgen terecht en zijn er algemene tips voor bruiloften? Was getekend wie eigenlijk? Anoniem. Anoniem. Er zijn anoniemes, ik begrijp dat ook wel. Kleine correctie, wij praten niet over bruiloften. Waarom is dat ook alweer? Ja. Het is gewoon een trouwpartij.
Trouwen. Het is sowieso... Ja. Nee, je hebt zo'n beroemd citaat van de componist Johannes Brahms... die op een gegeven moment zei... trouw of trouw niet, in beide gevallen zult u ongelukkig worden. Dus ja, dan moet hij zich maar... Dan moet hij zich maar Brahms afgelopen. Maar we moeten het nu over het trouwjurkje hebben. Mag je je broer hebben? Ja. Outshinen? Kijk, ja. Het is natuurlijk waar dat je dat... De vrouw mag niet, de gastvrouw, de aandacht afpakken met een felgekleurde jurk. Dus daar ligt het gevoel. Met een mannen weet ik het niet zo. Ik zou hem als goede broer aan de hand nemen en zeggen van... kom, dit kan een beetje beter. Je hebt nog een paar dagen voordat dit je allemaal gaat overkomen. Ja, want wat voor voorwaarden moet een trouwpak voldoen? Moet het altijd zo'n beetje zo'n mei, juni-achtig licht voorjaarspak zijn? Niet te veel schoudervulling, zou ik zeggen. Niet te licht, niet te zwaar gevoerd. Op zijn hoogst half canvas. Ja, omdat linnen vind ik ook wel mooi. Zo. Ja, maar 100% linnen? Nou ja, dat je huwelijk in de kreukels gaat, Dat is een mooie metafoor voor het huwelijk. Het lijkt helemaal in de plooi te zitten. En aan het einde van de dag ligt het volledig in de kreukels. En valt het ook echt niet meer recht te strijken. De symboliek, ja. Ja, maar wat vind je van de mode van de laatste jaren van de pasteltinten? Dus dat je van die zacht groene, beetje pistachekleurige en die dassen ook, vind ik te wit, te bleek. Ik zou dan toch, als je trouwt, zou ik er iets van kleur aan geven. Maar waarom niet gewoon morning coat? Jacket, ochtends, 's avonds over in... Ja, white tie of iets anders. Ja, dat is natuurlijk wel. Maar ja, dat is nogal een... Morning coat met top hat dan ook echt. Maar dat is full battle dress. Nou praat je over het is natuurlijk wel de kans om je even te verkleden. We doen dat zo weinig. Ja, dat is toch en dan verkleden we ons nu nog maar 2 keer. Als we kijken naar bijvoorbeeld... Als je in het begin 19e eeuw, of begin 20e eeuw moet ik zeggen... die zoon van Victoria, Edward VII, langs kreeg. Yeah. En die maakte altijd rondjes door Engeland. En dan bezocht hij die grote huizen. Dat werd maanden van tevoren al aangekondigd. Dan kwam hij met een enorm gevolg. Ja, waarom? Die had weet ik hoeveel carriages bij zich... Omdat hij zich minimaal 5 keer per dag al verkleedde. Want je staat op, dan heb je eerst een soort ochtenddingetje aan. Dan ga je jagen, dan ga je lunchen. Dan ga je verkleden voor de middag. Dan ga je daarna verkleden white tie voor de avond. Ja. Dus dat is minstens een handvol, maar eigenlijk ook wel 7 keer per dag. Je hebt dan wel een pak voor een trouwpartij. Daar zit wat in. Alleen heb je dan wel een vent nodig die dat allemaal voor een je valet. Ja, een valet. Ja. Een jadugar, zoals ze dat op de Malediven noemen. Dat is daar, vind ik wel mooi. Ja? Want ik nog even een stapje terug naar de Malediven. Dat ze daar dus niet over een butler hebben, maar over een jadugar. En dat betekent een tovenaar. Dus hij moet jou betoveren met zijn diensten. Maar heb dat je daar ook Engelse gehad dat als je... Ik had een keer op de Malediven zat een keer met een vaste verkering. Mm-hmm. Bij Banyan Tree. Een van die eilanden. Een heel mooi privé zwembadje. En daar stond de hele tijd, als ik dus in de verte keek... zag ik dus 2 voeten onder het hek staan. Een meter of 20, 25 van waar wij de liefde bedreven meestal. Die stond daar gewoon paraat te staan. Ja, 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 dus maar hij stond met zijn gezicht tegen de houten muur. En ik zag hem niet, ik zag alleen zijn voeten. Had jij dat ook? Nou, misschien had hij gewoon een paar afgietsels gemaakt. En ik hoop het wel voor hem. Stond hij daar in de brandende zon te wachten tot jij in orde? Dat weet ik echt niet. Maar, hij voldoet niet aan de basisregels van het butlerschap. Namelijk dat je onzichtbaar bent als je niet nodig bent. En meteen aanwezig als je wel nodig bent. Dus je had hem nog een lesje kunnen leren. Zeker. We gaan dus even aan Mark Harmeling, de Global Style Director van Suit Supply, vragen. Hoe het nu gaat met de trouwpak. Het is belangrijk voor de business, voor Suit Supply, sowieso voor pakkenhandel, dat mensen kopen, zeggen we, als er worden minder pakken gekocht. Nee, maar voor gelegenheden, dus voor feestjes en de trouwpartijen, worden er heel veel van die pakken gekocht. Dus nou ja, Harmeling, kom er maar in en hou het even als je kan een beetje in onze eigen taal. Ja, waar je in principe eigenlijk mee moet beginnen is, wat staat er op de invite of wat wil je op je uitnodiging zetten? De meest populaire dresscodes op het moment zijn de tuxedo, formeel en cocktail. En waar je dus de onderscheid tussen cocktail en formeel met name zit in de das. Voor dus formeel kan je heel goed voor een mooi klassiek donkerblauw pak met een mooi Egyptisch katoen shirt, wit, met een blauwe effen das om het heel sec te houden, heel, heel formeel. Maar wel echt heel erg mooi, met name op de focus te gooien op het pure wol van de stof, wat een hele luxe gevoel geeft aan je look. Maar wat je met name veel ziet, ook bij formal in de zomer, is dat mensen voor blends gaan van wol, zijde en linnen, waar de wol een mooi dunne, luxe drape geeft. Een drape is eigenlijk hoe de stof valt, waar de linnen een beetje structuur erin geeft en het zomerse gevoel.
En zijde een luxe touch geeft aan je stof. En dit in combinatie met een mooi wit shirt en een das. Is de perfect go-to voor je zomerlook. En daarnaast heb je ook cocktail. Wat vaak een beetje meer extra persoonlijke flair erin kan geven. Denk aan beige pakken, maar we hebben ook heel veel tonen, een beetje pastelachtige kleuren pakken. Die dat trucje goed kunnen doen. En wat dat bijvoorbeeld, ga voor een lichtgrijs, bijna paarsige kleur wolzijdelinnen pak. Zonder das, een mooi pocket square en een loafer voor het persoonlijke touch in je look. En daarnaast heb je natuurlijk de tuxedo, de black tie. En dat zegt het al, dan ga je voor een smoking, wit shirt, zwarte das. Maar ook deze zomer hebben wij witte smoking jasjes. En dat in combinatie met een witte broek is de perfect go-to voor een destination wedding op het strand of ergens aan de kust in Italië. Ja, tot zover Mark Harmeling, de Global Style Director. En jongens, als je wil kijken wat wij aardige stukken vinden van die behoorlijk uitgebreide Zoetsupply collectie, we zullen ons even erop storten om de meest snobwaardige outfits, stukken te kiezen. En dat wordt dan, dat kun je kopen via de Snopshop. Ben je ook een matige man? Laat je snop voelen dan. Mail je vraag naar de snopkast@tonymedia.nl. Ivo, we zijn eigenlijk daarmee al beland in de rubriek snopvoeding. Want ik heb weer een vraag van een van de trouwe luisteraars. Martijn van Voorbergen vraagt ons, heel kort, zakelijk, is een elektrische auto snopwaardig? Ja, ik vind het vaak wel. Komt er nog meer aan of niet? Nee, ik vind het vaak van die Lego-autootjes. Ja. Dat grijze Citroënnetje. Met de ik moet heel tot mijn schoenen natuurlijk bekennen dat ik een elektrische auto heb voor de stad. Draaicirkel 6 meter. Rijdt heel makkelijk, maar er zit geen romantiek in. Er zit geen onvoorspelbaarheid in. Het doet het altijd. Het werkt. Je weet hoe lang je kan. Ik bedoel, alles is gewoon duidelijk. Ja. Het is een spreadsheet die gewoon afgewerkt wordt. En ik ga toch de echte geluiden, de echte geuren als petrolhead missen. Ja, ronkende 8 cilinders. Dat geluid. En dan heb je nu artificieel geluid. Dan kan je een knopje indrukken en dan heb je een geluidje. Dat werkt eigenlijk niet. Met een van de mooiste collectors items, denk ik wel, van de boeken in mijn kast, is het persoonlijke werk van Nick Mason, de oude drummer van Pink Floyd. Ja. En die heeft een boek gemaakt van zijn autocollectie. Hij heeft een eindeloos mooie autocollectie. En vooral van die raceautootjes uit de jaren 50, 60. Ja, ja. Ferraris, Lola's, Lotussen. Ja. Heel veel kabaal. Ja. Het boek heet Into the Red. En daar is dus, dat is een boek uit de jaren 90, of misschien begin deze eeuw. En daar voegde hij dan ook een cd bij van alle rondjes die hij met zijn eigen auto's rijdt. Om dan gewoon te luisteren. Ja, alleen maar luisteren. Ja, ja. Dus je hoort alleen maar car sounds. Ja. En het klinkt ongeveer zo. Ja, dit was de Lola. Ik weet niet of je die auto's kent van die kleine raceauto's met zo'n grote spoiler. Ja, dat de is Lotus Edelan toevallig ook nog. Nee, maar dat die is niet. Dat is beginnerswerk. Nou, vond ik mooi. Daar kon je mee onder een slagboom. En je had drie stoelen op een rij. En geen achterbank. Ja, dat was ook leuk. Dat vond ik toch wel leuk. Ja, ja. Zeker. Maar ja, gewoon dat hele idee wat wij als kinderen zelfs nog gekend hebben. Ook als je bijvoorbeeld in Oost-Europa kwam. De Saab van jouw vader. Ja, twee tak mengsmering. Ja. 20-57 kentekenplaat. Dank u wel. Ja, goed. Ja, sorry. Saab 95, echt een drama. Ja. Maar sowieso een hele generatie die opgroeit zonder die geur. Ja. En dat had bijna iets vertrouwds, denk ik. Geur was heel. Onze held die hangt hier aan de muur. Hè. Porfirio Rubirosa, diverse Ferraris Le Mans gereden. En ook in een Ferrari gesneuveld. Stond op het punt een geur uit te brengen. Ja. Is hem niet gelukt. Daarom heb ik dat gedaan alsnog. Mm-hmm. En hij wilde heel graag die sensatie van benzine in die geur. Nou ja, een dagje in mijn Elvis, 1935. En alles is benzine. Ja. Mensen zullen het object vinden. Maar er zit toch een soort nostalgie naar vroeger en weemoed in. En je kan dat ook wel eens denken aan die beroemde openingsscène uit Apocalypse Now. Ah, weet je hem nog? Ja, Luitenant-kolonel Bill Kilgore. Wat zegt hij dan op het moment dat de Amerikanen overvliegen en weer wat... Ik weet het, maar zullen we het hem zelf even laten zeggen? Wat geef op de oorwaard gooien, laat mij even horen. You smell it! Hey, fun, son! Nothing else in the world smells like that! I love the smell of napalm in the morning.
Ja, dat, ja, dat gevoel. Die film, die staat ook in mijn geheugen gegrift. Die gekte van die jongens die daar waterskiënd achter die legervaartuigen de jungle in gingen, sigaren rokend en echt helemaal totaal ontheemd om hun angsten te verloemen met drugs. En ja, echt. Nou ja, maar echt in die zin aanrader, moet je ook Vladimir wel een compliment geven dat die oorlog in Oekraïne nog een beetje conventioneel is. Niet alleen maar digitaal. Dat ging zo saai met zo'n drone. Je moet ook gewoon elkaar tegenkomen nog. Ja, het wordt nu wel echt dat hele, dat antieke wapenarsenaal van hem zal nu zo lang. Nou, de Russen, was het bericht, gaan de Oekraïners te lijf met schepjes uit de 19e eeuw. Gewoon met zo'n pioniersschep elkaar de schedel klieven. Ja, en helmloos ook, las ik laatst. Ja, jezus, Mina, je gaat toch maar. Okay. Oh. Jongens, we gaan door. Ja. Dit wordt weer veel te serieus. Ja. Hè? Als je oorlog voert, doe het dan een beetje aan. Ja. Ja, Ivo, je onderhuids proef je toch altijd de vrouwelijke frustratie. Sowieso krijgen we veel berichten van vrouwen die dan zeggen, ja, moet er nou eens niet eens een keer een vrouwelijke held aangewezen worden? Ja, dan zeg. En laten we wel wezen, onze hele wand, eigenlijk staan er heel veel vrouwen achter. Ja. Misschien niet op de voet. Achter die mannen staan heel veel vrouwen, ja. Belangrijk. Nee, dat is een beetje. Ik zie Brigitte Bardot. Een beetje de tragedie van de vrouwen. Ik denk als natuurlijk we alle vriendinnen van de mannen op onze wand erbij zouden afdrukken, dat we dan aan een sporthal nog geen genoeg zouden hebben. Ja, Ivo, dus ik heb langdurig gezocht naar een goede vrouwelijke kandidaat voor Top of the Snobs. En deze is het geworden. Ze heet Sir David Tank. Jezus, wat zijn wij. Ze heet Sir David Tank. Nee, ik dacht, inclusiviteit, belangrijk. Ja, deze eeuw zitten we toch. Ja. Dus laten we eens een keer de steven naar Azië wenden. Heel naar goed. Hongkong. Ja. Ja. Wel sinds zijn 13e in Engeland opgevoed. En rich kid, zoon van een rijke Chinese handelaar. Of eigenlijk een man. Nee, entrepreneur. Ja, ze hebben Sir David Tang. Nou, waar kennen we Sir David Tang, KBE, van? KBE, weten we het nog? Ja, Knights of the Knight of the Most Excellent Order of the British Empire. Dus je hebt die OBE's, die Orders of the British Empire. Ja. Daar heb je dus weer net als commandeur, officier. Hierarchie. Heb je allemaal van die grandaties. Dus hij is Knight. Wat op zich knap is, want het is een Chinees. Maar dus hoe kan hij dan Knight zijn? Is hij echt knighted? Ja, en waarom hij echt knighted? Kijk, even, jongens, we moeten even opbouwen. Dus ja. Sir David Tang. Wij kennen hem uit de Financial een Times. Een van onze grote voorbeelden, mag ik wel zeggen. Hier ligt naast mij het boekje Rules for Modern Life. Ja. Een van zijn belangrijke standaardwerken. Waarin hij eigenlijk lezersvragen, zoals wij hier de vraag in de Snopkast altijd beantwoorden. Beantwoordt A Connoisseur's Survival Guide. Ja. Van Sir David Tang. Het is eigenlijk een jongetje geboren in 1954 in Hongkong. Dus een Chinese familie. Wat heeft hij gedaan? Hij is eigenlijk een man uit de mode, horeca. Maar ontzettend geestige stukjes in de FT geschreven. En ook op andere plekken overigens. Ja, hij heeft nog wel even rechten gestudeerd. Maar dat is, ik geloof dat jij daar een citaatje van paraat hebt. Hoe die daar als jong advocaatje op het kantoor van zijn grootvader toch even zijn eerste stappen moest zetten met een vaste baan. Al gauw bleek dat hem dat niet heel erg goed afging, die vaste baan. We zetten één stap terug. Je moet even die school. Kijk, Sir David Tang komt dus uit een familie in Hongkong. Waarbij zijn grootvader was volgens mij de eigenaar van een grote buscompanie. Ja, heeft daar vermogen mee gemaakt. Zei ook altijd, het is niet belangrijk in je leven wat je neemt, maar vooral wat je geeft. Hij deed heel veel aan charity. Mm-hmm. Dat verklaart volgens mij ook zijn knighthood. Ja. En hij had friends in high places. Eindeloos veel. Enorme fixer. Enorme socialite. Hij wordt dus ook altijd genoemd filantroop en socialite. Ja. Dus als er een feestje was, was Sir David daar ook. Maar zijn ouders vertrekken uit Hongkong. Als hij 13 is, komt dan natuurlijk in de, wat dan daar heet, de public school te zitten. Dus op een privéschool. Gaat dan naar een soort onderschooltje van Cambridge. Hoe heet het ook alweer? De Perth School. Ja. Eigenlijk een school die ook, past ook wel een beetje snopwaardige school. De meisjes worden pas sinds 2010 toegelaten. Dus in zijn tijd toch was dat ook niet toch nog heel liberaal. Daarna gaat hij eventjes aan het werk, maar het zal je aanspreken. Ja. Dat heeft hij net als jij bij het Notariële Broederschap Instituut, waar jij zat, ook maar een paar weken of een paar maanden volgehouden. Want bij het advocatenkantoor waar hij dan stage liep, zeiden ze, hij is confident, witted en funny in het verslag. Maar vooral charmingly undisciplined and unreliable.
Nou, daar is al de kiem voor zijn snopwaardigheid gelegd, ja, zou ik zo zeggen. Ja. Maar daarnaast is hij natuurlijk toch wel een enorme ondernemer geweest. Ik weet niet of je die winkels wel eens hebt gezien in Hongkong, tot en met de luchthaven toe en ook in Parijs, Londen. Shanghai Tang was een instant succes. Een beetje het Oosterse antwoord op Hermès met kleding. Kamerjassen. En, ja, nou ja, ja, veel cashmere. Hij had onder andere als vervent sigarenroker werd hij wel eens gezegd: "Sir, you can't smoke here because we don't have an ashtray." En na die opmerking wist hij zich te wapenen en liet hij dus deze kleine mini-asbakjes maken. En als hem dat nog een keer werd gezegd, zei hij: "Don't worry about the ashtray, I have one myself." En stak dus een sigaar op. Nou, dat was Shang. En jij zei net, hij deed aan charity. Ja, maar wel. Hij wist natuurlijk wel waar hij dat moest geven. Hij was bevriend met Fidel Castro. Niet zozeer om de dictator himself. Maar daar waren natuurlijk de beste sigaren. Ja, hij is een sigaarclub in Hongkong begonnen. Ja. Ook Cipriani volgens mij in Hongkong, hè? Ja. Ja, en de China Club. Dus het was, was aan de horecakant deed hij aardige dingen. Wij kennen hem inderdaad van Shanghai Tang, van zijn stijl. Maar vooral stijl. Kijk, een echte snob maakt zijn eigen stijl. Dus het meest kenmerkende, als mensen foto's van hem zien, denken ze dat hij in spiegels erin staat. Omdat zijn pochet aan de verkeerde kant zit. Ja, zijn borstzakje inderdaad. Dus hij laat het borstzakje niet op het hart, niet op links maken, maar altijd op rechts. Ja, ja, met flink pochet, dat je nog heftiger met je ogen moet liepen. Ja, van heeft die vent zijn jasje binnenste buiten aan. Wat is hier fout? Dus je was altijd op het verkeerde been gezet. Ja, en als je dan die rubriek in de FT van hem las, waarin hij dus al die levensvragen probeert te beantwoorden. Overigens valt het mee qua vrouwen volgens mij. Hij is maar 2 keer getrouwd geweest. Een aantal kinderen. Met Lucy is hij uiteindelijk gesneefd. Ja. Waarover later meer. Ik zal er eens eentje als voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld over relationships. Beantwoordt hij dan krijgt hij een vraag. Wat moet je nou doen in de FT? Ja. Wat moet je dan doen als je een oude liefde op een feestje, op een publieke gelegenheid tegenkomt? Hoe moet je die dan bejegenen? Je hebt daar duidelijk sappen mee gedeeld ooit. Ik zeg het wat oneerbiedig. Hij zegt: "I would adopt a blunter approach." Hè, niet al te voorzichtig zijn. "Go straight up to your ex and say something like: 'I know it has been a long time and I know that you must have been agonizing over your mistake of leaving me. To show how..." Nou ja, goed. Dan vertelt hij eigenlijk: ik ga begripvol met haar om. Ik zeg even dat ze een grote fout heeft gemaakt. Ja. Maar je kan het goed met mij maken, zegt hij dan. "You must start with an evening at the Ritz, and I want a diamond ring from Graf that you did not buy me all those years ago. Then I want houses in London and Hampshire, and an account at Hoare." Je bent van Henry Hoare, de private bank. Met om te beginnen een startkapitaaltje van 100.000 pond. Zo'n die starter. En dan zal ik eventueel heroverwegen of ik bij je terugkom. Wat een vreemde kerel. Jij hebt het net over 100.000 pond. Daar zijn verhalen bekend dat hij op één avond, want hij is natuurlijk als goed geaarde Hongkong-jongen verslaafd aan gokken. En kon wel eens $250.000 verliezen op een avondje. Zomaar. Maar daar knipperde hij zijn ogen niet voor. Dat was sowieso all in the game. Ja, dat was sowieso wel relaxed. Het asbakje, zegt hij, dat nam die publiek mee. Ja. Maar dat was een van de redenen dat hij ook altijd private vloog. Hij had geen zin in dat getop. Hij wilde sigaren blijven roken in het vliegtuig. Hij was... Dus moest hij private vliegen. Ja. Jeetje mina, hoe zou hij... Ja, ja, mooie kerel. Zijn finale, ook voor snobs belangrijk, is groots. Hij krijgt eigenlijk, zoals bijna al onze vrienden aan de wand, een probleem met zijn lever. Ja, terwijl hij rookte behoorlijk, maar hij dronk niet al te veel. Ja. Maar ja, goed, dat is natuurlijk toch wel... Goed, op een gegeven moment ontvangt hij ook een verslaggever die ook een stuk van zijn lever laat zien. Want hij had dan een levertransplantatie. Hij was een nummer 2 toe. Ja. En toen ging het uiteindelijk mis in 2017. En toen belegde hij een groot feest in de Dorchester. Daar heeft hij ook een club. In dat beroemde Londense hotel. Ja. En dat is wel weer snopwaardig. Om dan gewoon je eigen feest niet te halen. Nee, dus iedereen was er, de Kate Moss. Ja. Iedereen, alle royalty, adel, sportfiguren, polospelers. En tot de laatste snik op zijn ziekbed. Naomi Campbell. Dat is toch om op de valreep van de hemelpoort Naomi op je ziekenhuismatrasje te hebben. Is natuurlijk toch wel... Mooi, ja. Ja. Toch ook, en wat kenmerkt dan die Tang en een snop in het algemeen misschien? Zijn taalgevoel. Dus ik begrijp dat hij 6 keer gezakt is op Engels. Maar wel Latijn, Frans, uiteraard Mandarijn, Chinees en Russisch sprak. Ja, ja. Ook een hele praktische taal. En vloeiend, ja. Ja.
En zij sprak alle talen behalve de enige die hij nodig had. Nou, wordt dat wat geëxageerd natuurlijk. Hij kon best... Hij kwam er wel uit, ja. Nee, Stephen Fry heeft op een gegeven moment, dus na zijn dood, heeft hij hem herdacht in de FT. En er is wel één hele veelzeggende passage. Dat een van de eerste keren dat Stephen Fry hem ontmoet. Hij heeft dan al daarvoor één keer met hem een weekendje doorgebracht. Waarbij hij in zijn handpalm een warme rol dik papier voelt. En dat blijkt $20,000 te zijn. Omdat hij Tang wel aanvoelt dat hij dat niet zelf op de goktafel zal leggen. Dus hij vindt het leuk om met hem te gaan gokken. Dus hier, speel even mee met mij. En dan... Maar zijn eerste indruk van Tang is eigenlijk dat een hele... Hij is onwijs grof gebekt. En hij zegt in dat obituary, geeft hij dat erg mooi weer. Ik zal het niet in het Engels doen, maar in het Nederlands even voordragen. En dat is... goed, daar komt hij. Ik hoorde hem voor het eerst in het openbaar zijn chauffeur verbaal mitrailleren met een dodelijke straal gloeiend hete anatomische obsceniteiten. Ik wilde voor mezelf een gat in de stoep graven en daar blijven tot het allemaal voorbij was. De fout van de man was geweest om te parkeren en op ons te wachten 3 meter aan de verkeerde kant van de uitgangsdeur van de luchthaven van Hongkong. David liep graag de deur uit naar de auto zonder een onnodige stap naar links of naar rechts te zetten. En dan vervolgens gaat hij door hoe die dan in, of het nou Londen of Hongkong is, hoe die altijd naast zijn chauffeur gaat zitten. Mm-hmm. Het dashboardkastje open doet en dan met een verzilverde, losgekoppelde veiligheidsgordelsleutel. Die doet hij dan in de houder om zonder riem te kunnen rijden in zijn Rolls. Dus dat is natuurlijk ook wel weer. Had hij ook geen zin in, ja. Maar later hoor je dus dat Stephen Fry met die chauffeur zegt van... Jezus, hoe hou jij het al 32 jaar bij deze man uit? En dan zegt hij, nou, dit is de redding van mijn leven geweest. Mijn kinderen zijn op de beste scholen geplaatst door hem. Ja. Mijn vrouw is antiquaire geworden dankzij hem. Ik heb mijn leven aan deze vent te danken. Dit is alleen maar spel, dat gevloek van hem. Ik vind het alleen maar leuk. Zijn bluntness, zijn directheid, dat was natuurlijk ook zijn charme. Want het was nooit helemaal gemeend misschien. Maar op een gegeven moment een vrouwelijk journalist komt bij hem binnen. Gaat een portret over een paar jaar geleden. Of een paar jaar voor zijn dood. En hij is meteen nogal direct in de zin van... jij zou onmiddellijk moeten beginnen met roken. Want dan kunnen wij nu gaan zoenen. Ja, mooi. En dan los van een KBE van zo'n night order. Of zo'n knighthood. Is natuurlijk het mooiste op een cv, bij de echte snob, dat zijn ook meerdere hier, dat je niet consul bent of ambassadeur, want dan moet je werken, maar honorair consul. Ja. En honorair consul van een land dat er echt niet toe doet. Ja. Dus laten we zeggen een klein Caribisch staatje of zo, dat verder weinig toerisme hier oplevert. En van welk land was hij het ook alweer? Van Cuba. Voor zijn sigaren. En wat heeft hij natuurlijk gedaan? Hij heeft Castro een enorme smak geld gegeven, las ik later. Waarom? Dan kon Castro goede sier maken met een balletschooltje. Wat hij met een beetje hulp van Tang had gedaan. Maar ondertussen had Tang dat hele schooltje, de balletschool van Havana, gefinancierd. Oh, op die manier, ja. Ja. Maar goed, ik vind zo'n honorair consulaat handig. Je ziet ze in Amsterdam ook. Dus bijvoorbeeld de cineast Rob Hauer. We kennen hem allemaal. De maker van Soldaat van Oranje, van Turks Fruit. Ja. Die is dan honorair consul van Granada. Niemand weet waar Granada ligt. Dat is een stipje. Ja, het is voor jou mijn werkgebied. Ja, tuurlijk. De Caribbean. Ja. Maar dat levert je dus inderdaad een vaste parkeerplek op en een diplomatiek nummerbord, waardoor je overal kan bewegen en nooit snelheidsovertreding hoeft te betalen enzovoort. Ik wil ook honorair consul. Jij kan honorair consul worden. Waar is dat eilandstaatje? Tahiti zou ik wel willen. Dan kan ik met als kantoor op de Brando graag. Ja, goed. Het snobject. Ja. Ivo, wat heb je voor lekkers bij je? Nou ja, het golfseizoen start. En we zijn niet heel erg van het golven. Wij voelen ons verwant met... A good walk spoiled. Ja, heel goed. Mark Twain. Maar we zijn wel op St. Andrews geweest. We hebben daar afgeslagen. Ja, afgeslagen? Ik heb daar afgeschoten met een dubbel ook. Ja. Ik gooide de ballen en Veenhuizen schoot. Jeetje, maar dat moeten we toch eigenlijk even proberen boven water te halen, dat beeld. St. Andrews, dat is de home of golf. Dat is toch een heilig schennis om daar met een geweer. Ik liep met zo'n zak met al die golfclubs erin, plus die dubbeloop van Paul. Jeetje. Dus Paul die zei, golf. Wow.
Ja, dat is ook wel mooi. Hij woont dus in een kasteel, letterlijk op Schots afstand van St. Andrews. Waar een Japanner 3 jaar verspaart om 1 keer te mogen spelen. Mm-hmm. En hij zegt, joh, zielig spelletje. Dan gaan we toch niet meer mee. Hij heeft geen zin om te bukken. Maar je hebt de allermooiste golfballetjes die er zijn. Waar alle kampioenen... Het ligt er echt in als 6 biologische eitjes. Ja. Nou, dit zijn... Ik heb mijn letters gewoon op. Een balletje op maat. Dat is dus... Ik heb dat een initiaal op een golfbal. Ja, ik ook. Ja. Je kan dus van de firma Titleist, dus die echte kampioensballetjes maken... Voorzien van je initialen. En als heel je nuttig. Echt verwend bent als Brit of adellijke figuur... kan je ook de Family Crest erop afdrukken. Ja, ja, ja. Maar je kan niet meer vals spelen dan. Nee, dat is inderdaad... Voor snops is dit eigenlijk gewoon niet zo'n handig balletje. Nee. Want... Ja, daar hebben we niets aan, Ivo. Nee, goed. Nee, uiteindelijk... maar goed, bij... Wonders of Luxury kan je dus deze balletjes personaliseren. Ja. En mocht je een familiewapen hebben, kan je dat er ook op afdrukken. Mooi. Jort en Ivo krijgen feedback. Ivo, het is tijd voor onze 2-wekelijkse schrobbering. Ja, allereerst Mike van der Loo die stuurt ons een bericht met een vraag. Waarom... Dat is ook een beetje verwijt, lees ik erin. Waarom geen foto van Pim Fortuyn tussen de dandies? Ja, ja. Nou, hij was wel dandy misschien, maar natuurlijk geen snob. Had gewoon een politieke baan en hij was een noeste stukje sticker, net als wij. Dus hij had wel... In die zin is hij niet helemaal snobwaardig. Maar hij had wel, althans voor polderbegrippen, iets van dandy-achtige allure. Achterin een Jaguar roepen, ik word premier. Maar je helemaal laten stuiden volgens mij de OG in die tijd. Mooie, brede Zenja-dassen, hield van kleur. Wel gedateerd, hè? Nu. Nou, we hebben met eigen ogen zijn garderobekast mogen ontdekken. Wij zijn toen naar Kralingen afgereisd, naar Villa, ik weet niet eens hoe dat ding heette. Ik had wel een beetje het gevoel toen we daar binnen stapten, een bordello van de tweede categorie. Ja, pasteltinten, doublé-achtige randjes. Dat kan ik niet helemaal beamen. Ik ken namelijk alleen maar de bordello's uit de Premier League. Dus wat dat betreft is het moeilijk. Is je werk. Maar als je even terugdenkt aan die klerenkast van Fortuyn... was denk ik hooguit 3 meter breed. En veel anders was er niet. En Eens een inloopkast. Jij zit toch wel op de 30, denk ik. Als je al je hemden... Jij dan. In die zin hebben we Pim wel overtroefd met onze garderobe. Ja. Was hij de meest stijlvolle premier geworden? Dat was ook in de tijd dat Rutte nog zijde onderbroekjes had. Ik dacht dat Rutte in de grabbelton uitverkoop van de bonneterie scharrelde. Maar alle mannen hadden in die tijd, wij voor Tuin Rutte, van die rafelige t-shirtjes onder je shirt. Ja, heel raar. Wat was dat toch? Ja, misschien was het ook toch... Dat was voor de klimaatverandering. Ja, het was toen nog koud. Ja, ik weet het niet meer. Wel. Maar je had toen nog... Ja, je had maar 3 maanden warm weer per jaar. Ja. Voor de rest liep je in je t-shirt. Onder je shirt. Dan hebben we nog een andere vraag, Ivo. Ja. Ene Fip stuurt ons de volgende opmerking. Schoenen op tafel wordt armoede, mannen. Oh. Heb je op enig moment met schoenen op tafel gezeten? Jouw maatschoenen. Maar ja, die waren nieuw, dus dan mag het. Dat waren ongebruikte zolen. Maar is dat een bijgeloof, dat je een schoen op tafel armoede brengt? Volgens mij is dat Arabisch. Je mag iemand niet je zolen... Nee, maar het zou een bijgeloof kunnen zijn dat je een schoen op tafel zet dat armoede inluidt. Maar ja, daar verkeren we toch al in. Ja, dus wat dat betreft kan het niet heel veel erger worden. Met die maatschoentjes, als je ze koopt, ben je ook arm daarna. Daniel stuurt, ik luister graag naar de Snopcast. In de uitzending van 27 maart zat een blokje met de Global Style Director Mark Harmeling. Mm-hmm. Dit deel was moeilijk te volgen aangezien zijn verhaal doordrenkt was met al dan niet bekende Engelse termen. Drop, zei hij vaak. Ja. Misschien is het een leuke oefening voor hem om een Nederlandse naam te bedenken voor zijn eigen functie. Ja, de Global Style Director, hoe zou die gaan heten? Ja... Ja, nee, maar dat vind ik wel leuk dat iemand daarover valt, over dat Engels. Je hebt dat ook bij... Maar moet je het uitleggen? Mark had het heel vaak over drop. Ja. Een hele clean drop. Nou, dat is heel eenvoudig. Het verschil in inches, centimeters, tussen de maat van je jasjes en de tailleomvang van je broek. Dus als je jasmaat 40 is en je hebt een taille van 34, dan is je drop 6.
Ja. Ja, je moet natuurlijk niet onderschatten. Mark weet dat de Snopcast een wereldwijd merk aan het worden is. Dat we globaal gaan. En dus hij houdt alvast rekening met de global audience. Ja, pan-Europees. Nou, tenminste. Ja. We kunnen het een beetje vergelijken misschien met de kok... die we nu gaan horen, die een leerling traint. Vermeer wordt vandaag ingewijd in de culinaire geheimen van de Zeelse keuken. Doe de potatoes een little bit over de whole pan, hè? En dan je decide of je hebt je steak medium, light. Light is maar 2 seconden in de pan, om en om. Maar dat was quickly, want dan is het cold. Hè? Of je hebt een baking more. Not a little dick. A little dick. A little dick. The same, when you do that also here, yeah? Verroering. Verroering. Dan je doet een little bit lower the fire. En dan even time you also look on the paper sauce. En doe de tafeldekking voor ons verdiend. Ik doe look de tafel. Sometimes I know that, that you're not here burning that. Ja? Ik ben zo back. It's too clontery. It's too clontery. Just a little on the flam. Oh. Okay. Maar is dit serieus of een sketch? Nee, het leven is voor mij één grote sketch, maar, maar dit als, zeker. Als dit het echte leven is, heb ik er toch wel heel weinig van begrepen. Steek is goed. Wauw. Dit is wel het hoogtepunt van de uitzending, hè? Ja, goed hoor. Ja, trots op hem. Jeetje, Mina. Ivo, we zijn er door. Ja. Bijna. Ja. We doen de deur nog even dicht. Ja. Wat was je idee? Met de nou, ik ga heel commercieel zijn. Ik ga het slotcitaat aangrijpen om mijn eigen nering te pushen. Oh, ik doe even mijn oren. Ja, vizier op. Heb jij een nering überhaupt? Is dat? Ja, ik maak geuren. Die ben je toch een kleine krabbelaar? Ik ben een boutique parfumeur. En ik ga nu mijn vizier op Rotterdam zetten. Waar ik in mijn geliefde parfumerie bij Misk ga ik een eventje doen. Maar dan trek ik breder dan alleen mijn eigen geuren. Ja. Want ik heb ook een champagneproeverij. En een, met degene die we net hebben geproefd van de Gouden Ton Amsterdam. De Palmer. Alles is weer aan elkaar geraakt. House of Caviar uiteraard aanwezig. We hebben net een mooie restaurantscène gezien. Maar waarom zit je jezelf te pushen? Is dat omdat je... Ik vind het wel leuk om hier en daar een Rotterdamse stop. Ja, als mensen in de buurt van Roon denken... ik wil een glaasje champagne, ik wil een bolletje caviar. Ik wil eens even... Zit je op het kasteel van Roon? Nee, ik zit in een parfumerie. In een winkeltje. Maar er is voldoende als je niet. Er wordt gedronken. Maar die Rotterdammers die kunnen er wat van, hoor. Ja, restaurant 108, nooit van gehoord, jij? Nee. Nee? Nou, moet je maar eens even googlen. Ze is fantastisch mooi. En niet te versmade rum van Casaron, merk uit Havana. En dan. Wanneer gaat het plaatsvinden, Ivo? 21 april. Ik zeg altijd, Ivo, het is weliswaar onder Rotterdam... maar dan toch Rotterdam zien dan sterven. Mm-hmm. Wat mij meteen doet denken natuurlijk... aan een van de grote Rotterdammers die ons ontvallen is. Jules Deelder. Ah, maar geleden deden we nog een autorally met hem. Ja. Zat hij achter in een Rolls Royce? Nachtrally hebben we toen. Ja. Nachtrally. Ja. Nou ja, hij was ook een nachtburgemeester. Dus hij voelde zich in zijn element. Maar volgens mij, het was goed, laat ik het zo zeggen... dat hij niet de navigator, laat staan de bestuurder was van de auto. Want hij was in die zin niet in topvorm... toch wel iemand voor de betere slotcitaat. Hè? Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Ja, 25 jaar. Die vind ik literair, maar ik vind eigenlijk een ander citaat vind ik eigenlijk nog raker. Je kan beter opbranden dan uitdoven.